Ja, ze staan helemaal klaar voor vertrek, de twee toestellen. Wat gaan ze precies doen? Ze hebben twee verschillende opdrachten. De KDC-10 die gaat naar Curaçao. Dat is ons strategische luchttransport. Dat betekent van asfalt naar asfalt. Grote afstanden, snel afleggen. We gaan daarmee 110 militairen verplaatsen. Met name mariniers en genisten van de Koninklijke Landmacht. Ja. En hulpgoederen. De C-130, de Hercules, die gaat ook mee. Maar die heeft een tussenstop nodig voordat hij daar kan aankomen. En dat is meer voor strategisch luchttransport. Dat betekent dus van... Die kan van dirtstrip naar dirtstrip vliegen. Uitermate geschikt om vanaf Curaçao naar Sint Maarten te vliegen. Dus de een voor het lange stuk en de ander voor de kleine hops heen en weer. Je zou kunnen zeggen, van ja, heel veel hulpgoederen kunnen ze meenemen als ze voedsel en spullen voor 110 militairen moeten meenemen. Nou, er gaat nog voor 40.000 mensen aan eten en drinken mee. En dan dat ze het alle 40.000 vijf dagen lang vol kunnen houden. Er kan echt wat in, dat beestje. Er is al heel lang bekend dat die orkaan eraan komt. Nou, we zijn weer twee dagen naar de orkaan en dan gaan we de vliegtuigen sturen. Hadden we die niet al op Curaçao moeten hebben staan? Dat had gekund, maar je moet zich voorstellen dat je gaat niet zomaar met je vliegtuigen ergens staan onaangekondigd en zonder dat je precies weet wat er nodig is. Je moet ook wachten totdat het verzoek komt om te horen wat ze van jou willen hebben. Hulpverleners willen altijd heel graag met de beste bedoelingen alles brengen, zo wij ook. Maar het is belangrijk om vast te stellen, wat is er nodig, wanneer is er wat nodig. We hebben een marineschip daar in de regio liggen. Die hebben de eerste inventarisatie gedaan van wat er nodig is. En op basis daarvan ontstaat er een meervraag. En nu zijn wij aan de beurt.